Na een dikke kilometer goed afstand gehouden te hebben, komen we bij deze kruising. Naar mijn inzicht was het vrij genoeg. Links was vrij en rechts kwam nog één auto aan. Dus ik ging ervan uit dat die auto voor mij ging oprijden. Maar ja, dat deed hij niet. Hij begon weer te remmen.